Na 4 uitwedstrijden op rij is Feyenoord zaterdag weer actief in de Kuip als VVV Venlo op bezoek komt. Feyenoord moet winnen om niet verderop te raken in de race om Europees voetbal en treft zaterdag de nummer 15 in de Eredivisie. VVV Venlo verloor afgelopen zaterdag met 4-1 van Vitesse en werd 3 dagen later in de halve finales ook uitgeschakeld door de Arnhemmers. Eerder dit seizoen waren we met 3-0 te sterk in Venlo door 2 goals van Jens Toornstra en 1 van Steven Berghuis. Feyenoord en VVV staan zaterdag in de Eredivisie voor de 23ste keer tegenover elkaar en van onze 22 eerdere edities won Feyenoord de 14, speelde 5 keer gelijk en 3 keer leden we een thuisnederlaag. Onze laatste thuiswedstrijd tegen VVV was op 6 december 2018 en toen wonnen we met overtuigende cijfers. Brian Linssen kan zaterdag voor de 300ste keer in de Eredivisie in actie komen en van zijn 299 competitiewedstrijden speelde hij er tussen 2010 en 2013 70 voor VVV. Brian maakte al in zijn gespeelde competitiewedstrijden 93 doelpunten en dat is van alle huidige Eredivisie-spelers het meest. Steven Berghuis heeft ook een verleden in Venlo. Feyenoord's captain speelde in 2012 op huurbasis 16 competitiewedstrijden voor VVV. Georgos Giakoumakis is de man om in de gaten te houden. De VVV-spits is dit Eredivisie-seizoen de meest waardevolle speler met 23 goals en 1 assist. Steven Berghuis volgt hierna met 13 goals en 9 assists. Erik Botteguin is voor Feyenoord vaak belangrijk geweest met doelpunten uit spelhervattingen. Zijn eerste in de Eredivisie maakte onze Braziliaanse verdediger als speler van NAC Breda op 28 oktober 2011 tegen VVV. Feyenoord VVV Venlo gaat zaterdag 6 maart om 4:30 van start en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van der Graaf. Deze wedstrijd is live te zien op het tweede kanaal van ESPN en hou ook onze Feyenoord social media kanalen goed in de gaten voor de laatste updates over dit duel. We sluiten af met een bijzondere Feyenoord VVV uit het seizoen 2010-2011 toen het legioen zijn onvoorwaardelijke liefde in Feyenoord uitsprak. Een bijzondere wedstrijd. Ik denk dat eerlijk gezegd alles erover is gezegd en geschreven en getoond wat je maar zou kunnen bedenken voor aanvang van een competitiewedstrijd. Laten we het er maar op houden dat dit twee ploegen zijn die er niet al te best voor staan met 1 groot verschil. Bij VVV misschien uitgezonderd de voorzitter. Had men daar al rekening mee gehouden. Maar bij Feyenoord op deze manier vanzelfsprekend niet. En bij veel clubs als het slechter gaat zie je steeds grotere lege gaten op de tribune. Bij Feyenoord gebeurt precies het omgekeerde.